iedereen heeft wat natuurlijk van zijn eigen parochie. Je wilt toch voor je eigen dorp dingen behouden. En dat kan gewoon niet, dat snap ik ook. En dat is voor zo'n man heel erg moeilijk. Want hou het maar eens recht voor al die parochianen. Dus dat is een zware taak. Echt een hele zware taak. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Want je wilt juist krediet opbouwen en als dat niet lukt en je gaat werken, nou, dat is het ideale recept voor een blokkade. Heel leerzaam, niet leuk, maar toch goed dat het geweest is. Er moest wel veel gebeuren hier in de kerk. Hij moest natuurlijk ook heel erg wennen. En de parochianen moeten ook heel erg aan hem wennen natuurlijk. En ja, het is ook wel veel, want hij heeft wel 5 kerkdorpen. Dus alles bij elkaar is het denk ik wel heel erg druk geweest. Ja, ik begin hem nu een beetje te begrijpen. In het begin had ik een beetje moeite mee, maar ja. Waar had u dan precies moeite mee? Nou, dat je toch altijd zijn eigen zin een beetje doordreef. En dat je nou toch meer naar de mensen luistert in de parochie. Hoe komt het dan dat het zo zwaar is? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen met heel veel meningen. Hè? En ja, ik denk zoals een politicus, hij doet het toch nooit goed. Hij doet het nooit goed. Hij zal het nooit goed doen voor iedereen. En dat kan ook niet. Ja, ook door de voorgangers van hem heeft hij ook weer dingen aangepast en zo. En dan moeten de burgers ook aan wennen, of de parochianen ook aan wennen. En misschien is dat wel het moeilijkste ook. Ja, mensen die zijn eenmaal gewend aan een vaste gang, vaste manieren. En om dat om te buigen is best wel lastig, denk ik.